De Formule 1 introduceert in 2022 een totaal andere auto om de strijd tussen de teams en de coureurs een stuk spannender te maken. Grotere banden, andere aerodynamica en zwaardere auto's moeten ervoor zorgen dat 2022 nog spannender wordt dan 2021. Dit is Racing News 365 en dit zijn de 10 dingen die jij moet weten over de nieuwe Formule 1 auto van volgend jaar. Het was eigenlijk al een auto die in 2021 het levenslicht zou zien, maar de introductie werd uitgesteld vanwege corona. De ontwikkeling van die auto heeft echter niet stilgestaan en daarom neem ik je even mee in de tien ontwikkelingen die jij zeker moet weten voordat het Formule 1 seizoen van start gaat. Het allereerste punt, de auto moet het close racing bevorderen. En dit was het grote doel bij het ontwerpen van een nieuwe auto. Inhalen in de Formule 1 was nagenoeg onmogelijk door de vuile lucht die er achter een auto vandaan komt. Wanneer huidige auto's in minder dan 10 meter van hun voorganger rijden, verliezen ze wel tot 47% downforce. Nou, dat moet anders en de 2022 auto's zijn zo aangepast dat ze maar 18% downforce verliezen. Gegarandeerd spektakel dus. Nummer 2 zijn de aanpassingen rond het wiel. De auto's van 2022 worden gesierd door winglets boven de voorwielen. En daarnaast keren de wieldoppen voor het eerst sinds 2009 weer terug in de Formule 1. De winglets vangen de luchtwervelingen op die veroorzaakt worden door de voorwielen en geleiden die weg van de achtervleugel. De wieldoppen voorkomen dat de luchtstroom door de wielen gaat en zo een eigen leven gaan leiden. En de afgesloten wieldoppen die moeten voorkomen dat teams manieren gaan vinden om de lucht alsnog door de banden te leiden. Nummer 3. De gevreesde 18-inch velgen. Hoe lang gaat het er wel niet over dat de 13-inch velgen worden ingereld door het grotere boertje, namelijk de 18-inch velgen? Deze grote jongens zouden minder snel overhit moeten raken door het glijden over het asfalt. Het loopvlak van de band blijft hetzelfde, maar de diameter dient wel toe. Ook de zijwangen worden verkleind, waardoor de banden iets meer lijken op die van een wegauto. De smallere wangen van de banden maken tevens dat de luchtstroom minder verstoord wordt. En dat komt dan de aerodynamica van de auto weer ten goede. Die verhoogde stabiliteit betekent ook dat teams minder focus hoeven te leggen op de ontwikkeling van de turbulentie rondom de auto. En dat scheelt weer geld. Nummer 4. Een flinke neuscorrectie. De voorkant van de boliden van onder andere Leclerc, Schumacher en Bottas is volledig op de schop gegaan en heeft een goede metamorfose ondergaan. Ook de nieuwe voorvleugel moet ervoor zorgen dat er achter een directe voorganger net zoveel downforce wordt gegenereerd als in de vrije lucht. Waar de huidige voorvleugel de luchtstroom ruim onder de auto en grotendeels onder de auto doorstuurde, moeten de nieuwe vleugels ervoor zorgen dat de luchtstroom het bodywork van de auto nauw blijft volgen. Nummer 5. Ground effect is terug. Toen men in 2017 begon met de ontwikkeling van een nieuwe Formule 1-auto, was eigenlijk iedereen het er wel over eens: ground effect kan het close racing bevorderen. Het principe werd eind 1982 verboden, maar het keert dus nu weer in een iets andere hoedanigheid terug. Met speciale luchttunnels onder de auto wordt er eigenlijk een lage drukgebied gecreëerd, waardoor de auto als het ware tegen het asfalt aan wordt gezogen. 6. Geen wing endplates meer. Aan de voorkant niet en aan de achterkant niet. Waar de verticale delen van de voor- en achtervleugels voorheen in een hoek van ruwweg 90 graden tegen de dwarselementen waren bevestigd, is nu duidelijk een ronding zichtbaar. Dat nieuwe design moet er met name bij de achtervleugel voor zorgen dat de vuile lucht die van de auto afkomt beperkt blijft. Nummer 7. Niet alles is anders. De motoren die in 2022 worden gebruikt zijn dezelfde die nu op de motorkap liggen. Wel zal er voor het brandstofsysteem wat meer gebruik worden gemaakt van standaard onderdelen en zal er via extra sensoren installeren om het een en ander beter te kunnen controleren. Nummer 8. Nieuwe brandstof. Geen kampioenschap, fossiele brandstofrijden meer, de Formule 1 moet groener en dus duurzamer en daar wordt in 2022 de eerste lijn in gezet. Dan waar het brandstofmengsel dit jaar nog voor 5,57% uit bioethanol bestaat, is dat in 2022 al 10%. De brandstof wordt ook wel E10-brandstof genoemd. De E staat voor ethanol en de 10 voor het percentage. Nummer 9. Veiligheid. Natuurlijk zijn de nieuwe auto's van 2022 ook veiliger. Men heeft hier de zware ongelukken van Antoine Hubert in Spa of die van Romain Crosjean in Bahrein aangegrepen om hier lering uit te trekken. Het chassis, met onder andere een langere neus, moet aan de voorkant 47% meer energie opvangen in het geval van een crash en aan de achterkant is dat 15%. Naar aanleiding van die zware crash van Romain Crosjean heeft men gekeken hoe men in het geval van een zware impact de motor los kan komen van het chassis zonder dat daarbij de brandstoftank loskomt. En nummer 10. Testen, testen en nog eens testen. De Formule 1 heeft er in totaal 7500 simulaties op zitten, op op het punt te komen waar ze nu zijn. En de enorme hoeveelheid data die daarmee is vergaard, zou je kunnen vergelijken met dezelfde informatie die 10 miljard Facebook-foto's bij zich dragen. De simulaties hebben in totaal 16,5 miljoen uren in beslag genomen. En waren die simulaties uitgevoerd door één laptop, dan was die laptop daar tot 2492 onafgebroken mee bezig geweest. Oftewel 471 jaar. De auto is uitvoerig getest in afgeschermde sessies in de fabriek van Sauber in Zwitserland. En de teams zelf hebben op regelmatige basis de kans gekregen om de auto's te testen in verschillende soorten programma's en de windtunnel. Zo, nu ben ik weer op de hoogte van de nieuwe auto van 2022. En ik ben benieuwd naar jouw mening. Vind je hem mooi? Vind je hem lelijk of is het gewoon een kwestie van wennen? Laat het weten in de comments. Bedankt je voor het kijken en dan check ik je de volgende.